Ik ben even de H&M binnengegrepen omdat... Rosa, waar ben je? Da- hey. Unicorn hair. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. Sorry, ik leef echt day by day. Ik moet elke dag nadenken welke dag het is. Ik vergeet het gewoon weer. Nee, gisteren was maandag. Heb ik heel de dag gewerkt. Van 11:30 tot 19:30 zijn dan mijn uren. In de toren. Ik lig nu nog even in bed, want het is dinsdag. En ik ben vrij, maar ik heb straks een afspraak in de stad. Ik neem jullie deze week gewoon weer lekker mee. Ik heb een vaste vlogdag genomen. Maandag, elke keer post ik het gewoon lekker online. Het wordt weer een productieve week, heb ik het gevoel. Dus, we shall see. Leuk plekje. Ik weet niet exact waar ik ben beland, maar ik ga meedoen aan een onderzoek over Amsterdamse uitjes of zo. Dus dan krijg ik gewoon door gesprek te voeren een vergoeding. Dus daar kan ik mensen weer mee helpen. En waarom niet? Maar het is dus best wel een mooie plek hier. Het is op de Prinsengracht. En I like stylingje. En ik had zo'n dorst en ik ben zo blij dat ze me drinken gaven, want ik hoopte al op drinken. Mijn outfitje, een broek van de Topshop. Polo petje, shirtje van Pharrell Shop online en ik heb er een cool truitje onder. Nou, dat was wel echt een leuk, oh je ziet mijn ogen niet, leuk gesprek over een Amsterdam pas die misschien of misschien niet er gaat komen voor alle Amsterdammers. Dus ik denk dat ik wel wat inzichtjes voor ze had. Ik viel dan onder zeg maar een jonge doelgroep. Dus dat was hartstikke leuk. Had ik niet verwacht. Ik ben even de H&M binnengegript omdat er vet groot nog meer sale, 70% korting. Dus ik heb even deze trui aan van de heren. Ik weet het niet. Al chill, maar hij is niet wauw. Dus ik ga hem niet doen. En deze dan. Ik wil graag een hoodie. Maar... I don't know. Nou, ik ben weer thuis en ik heb die truien niet gekocht. Want het was echt zo die H&M stylie. Net niet, weet je wel. Hij was ook van de heren. Maar, en sowieso trouwens, ik mag helemaal geen geld uitgeven. Ik heb echt, ik hoop dat jullie trots op me zijn, me moeten inhalen. Want normaal gesproken zou ik het dan kopen en dan zou ik het niet dragen. Dan zou ik het weer verkopen aan iemand en dan, weet je wel, zo gaat de cirkel door. Maar ik heb het dus niet gekocht. Maar wat ik wel heb gekocht is deze sjaal. Want mijn sjaal, mijn grijze sjaal uit mijn zedenvlog, waar ik zo blij mee was, die ben ik kwijtgeraakt tijdens uitgaan. Dus nu deze sjaal was in de sale, dus 5 euro. En deze oorbelletjes. Ze zijn heel intens, maar de laatste tijd merk ik dat als je een beetje saaie outfit hebt en je add some oorbellen, aangezien ik vroeger heel vaak oorbellen droeg, maar nu nooit meer, kan dit wel tof zijn, denk ik. Ik vind ze best intens. Wacht, kijk, ik ga ze even laten zien. En zoals je ziet, ze waren een euro. Dus ik heb in totaal 6 euro uitgegeven. Dat is wat mijn budget wel toelaat. Kijk, ze zijn een beetje zo Sailor Moon, witchcraft styling en dan in goud. Dus love it. Ik kom net uit de douche en ik keek niet eens naar buiten toen ik opstond. Moet je even kijken. Bam. Helemaal wit. Maar geen sneeuw of iets. Dus dit betekent gewoon dikke ijzel, dikke vrieskou, dikke doodgaan als je naar buiten gaat. Dus ik ben echt angstig. Ik sta weer voor mijn raam. Zelf voor te bereiden. Ik ben afgebeld op werk. Waardoor ik vandaag lekker thuis aan mijn freelance klussen kan werken. En ik ga later ook afspreken met Fien. Maar moet je dit even zien, joh. Ik ben gewoon bang. Sorry. Dus dit is nu de status. Ik heb een dik vest, mijn sjaal. Ik doe nog handschoenen aan. Ik heb een legging onder mijn broek en mijn UX. Nou, en een capuchon voor de kou. Let's go. Niet mijn hoor. Nou, dit is de status. Fien is eindelijk terug. Dus ze is ook weer in de vlog. We hebben echt gefroten als een gek.
Maar het was wel... Die chocolade. Oh ja. Oh, die ga ik even pakken, man. Daar heb ik wel zin in. Even een zoet smaakje in mijn mond. Deze clip kijken. Gaffer! Ik ben misschien niet... Ik ben misschien niet karamel, maar ik heb wel die white chocolate voor je. Een beetje wat. Nee, dit is echt erg. Maar kijk, Trisha Paytas of zo heet ze. Ja. YouTuber. Wauw. Hoi, het is vandaag donderdag en ik ben bij het Haarlemmermeerstation in Amsterdam. Omdat ik een video ga opnemen met Romy voor een meisje die een sollicitatievideo wil. En ja, het is gewoon weer een klusje vandaag. Dit is echt een heel leuke spot. Ik zal kijken of ik nog wat voor in de vlog kan laten zien. Ik zie het meisje daar al staan, dus ik ga nu stoppen met praten. Ik ben wel de standaard girl. Girl. En jij bent de losse hand. Flexibele girl. Ja. Favoriete locatietje. Daar zit Rosa zich klaar te maken. En we gaan filmen, hè, Rom? Ja, gaan we weer, Sjas. Gaan we weer. Goeie, we gaan het ook gelijk editen vandaag. Dus dan is de klus goed afgerond. Mooi voor de bus. Maar misschien dat het ook mooi is dat je een beetje, zeg maar, die diepte hebt. Ja. Maar zo sta je wel weer met je hoofd in de zon, hè? Nee, of dat niet echt? Het is de weerkaatsing van het. Ja. Dat is niet mooi. Rosa, waar ben je? Daar! Zit je lekker? Ja, hier. Tussen de augurken? Ik doe het gewoon. Mijn haar zit weer omklopt. Altijd als ik heel vlug ben, is het nee, even... het is toch leuk? Ik ben overbelicht, één witte vlek. Nee, heel leuk. Hoe leuk is die muur, jongens? My god, dat wil ik in mijn haar. Zeg dat dus nog een keer. Waarom moet ik een beurtje krijgen? Nou, wat zei je nou? Je zei... Ik ben gewoon super happy dat we gewoon kunnen doen wat we leuk vinden. Ja, ik ook echt. Dat is echt fijn. We zitten nu alweer, we zijn dus net klaar bij dat filmen. En nu gaan we het editen en even selecteren. En dan inderdaad. Een leuke Angelina Roze achtergrond ook. Ah ja, zo erbij. Hallo jongens, het is vandaag vrijdag en ik heb er alweer een dag op zitten bij mijn werk. En vanochtend nog even alle andere klussen gemaakt, maar moeten jullie dit even kijken? Oké, zo zie je het niet, maar ik draai even de camera om. Het is prachtig en ik hou zo van deze luchten. Ik ben iets te laat, want de beste tijd om naar de toren te komen, zal ik jullie even aangeven, 5 uur. Dat is de beste tijd, maar dat verandert natuurlijk de hele tijd. Als je dan op het dak staat, geweldig. Dus, ik ga het nu laten zien. Ja, het is al een beetje weg, maar kijk nou. Ik ben in 10 seconden van mijn huis naar jou. Ik heb het gefilmd. Yes! Ik echt die pose. Nou, lekker thuis. Lekker old school thuis. Shit, ik ben niet scherp. Maar ik ben hier voor Narada's branding. Maar we gaan toch maar lekker eerst even eten en gezellig doen, hè? En je bent er ook voor op de Save the Date. Oh ja, dat gaan we ook doen. Dus daar moet je wel bij zijn, Mark. Ik heb nog make-up. Sodemieter, ja. En dat heb ik ook een keer gedaan. En toen zat er op die foto. Ja, toen had je concealer op, maar die was te wit. Ja. Dat had ik ook gezien. Maar je had wel een dure, toch? Van Bobby Brown of zo. Bobby Brown, nee. Ik dacht dat is misschien voor mensen met dat kleurtje, maar dat was zo. Ja, hallo, ik ga naar die winkel brown toe. Nee, ik ga naar de winkel toe en ik zeg, mevrouw, ik heb totaal geen verstand. Wat moet ik nemen? Hebben ze ook gedaan. Maar hoe? Nee, en je moet ook kijken hoe ze er zelf uitziet, Nalle. Ja. Was ze mooi opgemaakt? Ja, oh, en het was een ook, maar dat, nee, daar doen ze echt nog niet aan mannen met make-up, hè? En zeker ook niet bruin. Hè? Nee, precies. Kijk. De status, het is nu 12 uur. We hebben net allemaal oude foto's gekeken. Ik heb logo gemaakt. Maar Jasmine heeft het stopgezet, dus. Ja, maar ik heb een logo gemaakt voor Narada. Ik heb een hele uitnodiging voor Narada en Mark is een wedding gemaakt. Ik ben helemaal kapot. Ik werk al de hele dag. Ga ze trouwen? Ja. Maar ik stuur alles naar je. Cause we belong together. Maar we zijn nog steeds samen. Dat is de conclusie. Na 10 jaar. Ik postuur nu een oude foto. En hier. En hier. En hier. Gaat te snel. Ja. Hoi. Zucht. Het is zaterdag en het is iets van 10 uur.
En ik ben alweer op pad. Ik zit even in de auto nog. Want ik ga straks daarheen. Daar zit Colorista. En daar gaat Shade. Kijk, ik heb haar vandaag niet gedaan. Want Shade gaat het kleuren. En ze gaat er iets mee doen voor haar school. Haar opleiding. Er komt ook nog een foto bij. Ze hele opdracht die ze moet doen. En daar ga ik maandag dan heen. Maar vandaag gaan we het kleuren. Ik heb gezegd dat ze het niet mag bleken. Heel streng. Want ik zit in een soort van hair process dat ik het weer gezond wil laten worden. Aangezien het zo is veranderd de afgelopen tijd. En dat komt sowieso door al het om te kleuren en het allemaal wat ik heb gedaan. Maar ja, dit heb ik nu ook wel heel lang. En het is saai. Dus ik ben er klaar voor. Daar zijn we dan. She's back. Ik heb haar niet voor te stellen. Nou ja, dit is Shanae, maar ze is al heel vaak in de vlog geweest. Dus that's her. En oh ja, we gaan beginnen hoor. Ja. En waar is dit voor? Voor mijn eindshoot, waar jij mijn modelletje voor bent. Ja, dat gaan we maandag schieten. Dat komt dan in de volgende vlog eigenlijk. Dus dit is part 1. Ja, en dan to be continued. Ja, to be continued. En ik? Kijk eens hoe mooi Shas is. Wauw. Met die felle pluk. Oh, dit is echt mooi. Yes, yes, yes. To be continued. Ja, nee. Leuk toch, unicorn? Juist ja, weer de kleurtjes. Nee, die zien nog niet. Het is not heel mooi. Ja. Yeah. Dat is leuk. I'm sure you. Yes. Droogie, droogie. Kijk jongens. Het is echt mooi. Ja. Yeah. Echt unicorn hair. I will show you everything. En dan dit uiteindelijk een beetje uit, want er wordt natuurlijk weer wat lichter en pastelliger, maar nu voor de shoot willen we wel even lekker. Papier. Heel leuk, goed gedaan! Nou jongens, de grove versie van wat het allemaal voor de shoot gaat worden. Unicorn! Yes. We gaan nog extra krullen dan. En zie ik een palmondje aan haar heen. Maar de kleuren. Braids, chaka. Ja, tof. Echt leuk. Heel tof. Yes. Heel goed gedaan. Huppa. Hallo.